Hij was een bijzondere televisiemaker en een grappige en brutale presentator. Maar hij was ook ernstig ziek. Ik heb het over Bart de Graaf. Hij is 35 jaar als hij eind mei overlijdt. May I have your attention, please? Schreeuwen om aandacht, dat lukte Bart de Graaf met heel veel televisieprogramma's. Maar het begon allemaal met een reclamespotje. Zeg maar nee, want ik krijg hier er twee. Toevallig. Ja. Met die woorden wordt Bart de Graaf beroemd. In 1988 mag hij een kinderprogramma gaan presenteren. Waanzinnig! Jan, een bocht naar rechts! Geintje. Bart heeft een ernstige nierziekte. Daardoor blijft hij klein en moet hij vaak naar het ziekenhuis. Ondanks zijn ziekte is hij dag en nacht bezig met zijn grote droom. Een eigen televisieomroep beginnen. En die droom komt uit. BNN is nog steeds een populaire jongerenomroep. Na zijn dood krijgt Bart de Graaf een prijs voor al zijn werk. Die prijs, een gouden beeld, wordt uitgereikt aan zijn moeder en zus, want Bart de Graaf is er niet meer.